Een lekker satéetje uit de vriezer is snel en makkelijk klaar te maken. De Consumentenbond bepaalt van diverse diepvriessaté de voedingswaarde, het soort vlees en de hoeveelheid. Maar hoe wordt diepvriessaté eigenlijk gemaakt? Allereerst wordt het vlees verkleind, bijvoorbeeld in een gehaktmolen. In dit geval wordt er separatorvlees gebruikt, wat gemaakt is van de laatste restjes vlees die met een machine onder hoge druk van botten worden geperst. Dit vlees is zo fijn dat het ook wel de naam vleespasta krijgt. Om saté te maken wordt dit vlees nogmaals gemalen. Vervolgens wordt hier een soort deeg van gemaakt door onder andere paneermeel, zetmeel en kruiden toe te voegen. Dit vleesdeeg gaat in de machine, die het vlees in een vormpje drukt en het vervolgens aan een stokje rijgt. De machine maakt 100 satéstokjes per minuut. De satéstokjes gaan vervolgens via een lopende band door de hete frituurolie, zodat het vlees gaart en stevigheid krijgt. Daarna worden 3 stokjes in elke verpakking gelegd en gevuld met satésaus. Ten slotte wordt er, voordat de saté de doos ingaat, nog een houdbaarheidsdatum op de verpakking geprint. Wil je weten welke diepvriessaté het beste uit de test komt? Lees dan het artikel in de Consumentengids van april of ga naar de website.